Henny Thijssen. Wat ging er door je heen dat ze zeiden van dat Henny Thijssen de winnaar was? Een heel raar gevoel. Ten eerste had ik het totaal niet verwacht en dat meen ik echt, want ik dacht de gunfactor die zal wel liggen bij Evert, die man van 84 jaar. Ik denk, nou die man is 84 jaar, iedereen die houdt van die man omdat hij 84 jaar is en hij zingt niet slecht natuurlijk. En heeft natuurlijk een heel oeuvre van verdiensten wat hij allemaal gedaan heeft. En ik denk, daar gaan de mensen voor kiezen. Dus toen ik toch gekozen, toen mijn naam hoorde, dat vind ik, kan niet waar wezen. En dat gevoel wat ik toen kreeg had te maken met verbazing. Had ook te maken met van, een overwinningsgevoel. Ik denk van, jezus, dat is toch wel, ja, alles door elkaar heen. Ik was heel geëmotioneerd op dat moment. Het is zo bij mij, van als je tegen mij zegt van, nou, het is goed en niet mooi. Ik hoef dat niet 10 keer achter elkaar te horen. Ik ben nog niet lang gebleven daar, ben gelijk weggegaan. Maar ik, van al die felicitaties op dat moment, ja, niet, dan hing me niet de keel uit. Maar dan weet ik me geen houding meer te geven. Ik wil mezelf blijven en ik wil ook graag de liedjes zingen waar ik achter sta. En iedereen die zingt nadat hij gebekt is, en dat mag ook, iedereen gun ik ook wat hij moet zingen als hij de meest scoort is, helemaal mooi. Maar ik zit toch als artiest anders in elkaar. Ik ga niet alleen voor het commerciële, ik ga ook wat dicht bij me past, wat ik mooi vind zelf. Ik moet het eerst zelf mooi vinden en als een ander het mooi vindt, heb ik mazzel. En niet andersom. Hoe doe je dat met optredens? Nou, optredens zijn er heel weinig en die paar die doorgaan, die moeten dan nog komen. En die wie aan de hand van de Voice geboekt zijn, die zijn allemaal afgezegd. Dus ik kom de tijd door met wat ik altijd al doe, dat is veel schrijven. En in de studio zingen en mensen begeleiden. Ik heb er wel één voordeel bij overgehouden, dat heel veel mensen me leren kennen. En dat, en van die mensen zit er ook bij iemand bij, die is impresario en die gaat dan een theatertour organiseren. En dat vind ik heel erg interessant, want dat wil ik al die tijd al. En daar heb je toch bepaalde voorbereiding voor nodig. Ja. Nou, we hebben 11, 12 theaters wie in feite al toegezegd hebben. Okay. En er zitten ook een paar datums bij wie vaststaan. En dan ligt het aan de corona inderdaad, of dat opgeschoven moet worden of dat het helemaal niet doorgaat. En zo'n theatertour, hoe ziet dat eruit? Je gaat dan nummers zingen voor mensen die liedjes voor hebben geschreven of zijn dat allemaal nieuwe nummers voor jezelf? Nee, ik heb het hele verloop van mijn schrijversproces, dat zit in dat geheel van als ik daar ga optreden. En er zitten ook liedjes bij wie het zijn geweest van anderen, die ga ik ook zingen. Oké. Van André Hazen, Tino Martin en zo, weet je wel. Dus, want als ik een liedje zou zingen alleen voor mezelf, dan liepen de mensen zo gauw theater op. Zo weinig bekende liedjes heb ik niet gemaakt. Nou, ik hou ontzettend veel van het liedje Ben Onderweg. Dat is een van mijn laatste singles wat ik gemaakt heb, wat ook op het album komt te staan. Het album gaat Tussen Nu of Nooit, Tussen Nu of Ooit gaat dat eten. Ja. Dat is een mooie titel. Dankjewel. Ja. En, graag gedaan. En het liedje Ben Onderweg, dat gaat over de weg wie je moet gaan. Als je dus iets ergs meemaakt, dat je van alles aan moet doen om dat te overwinnen. En dat gaat niet zonder slag of stoot, dat gaat met alcohol in mijn geval gepaard. En ja, verkeerde dingen doen en in de weg kwijtwezen. En dan toch proberen iedere keer erbovenop te komen. En dat is dan de strijd wat het liedje uit moet beelden. Maar het is dus gebaseerd op je eigen verhaal? Ja. Ken het gevoel van heim weer niet. Reis door niemands land, overal en nergens. Door diepe dalen en onbekend gebied. Wil niet te lang ergens blijven hangen. Zoek niet meer de weg terug naar huis. De wind waait me overal heen. Reis is de klas, maar wel alleen. Want op wie ik zat te wachten, die komt nooit meer thuis. Dwaal door het leven. In mijn bagage zit de herinnering, waarin het lot geen route heeft beschreven.
welke kant de engel met jou ging. In mijn hart de vraag waar je bent gebleven. Als ik op een kruispunt stil blijf staan. Ik reis zonder plan, omdat ik niet anders kan. Ben onderweg, heb nog een eind te gaan. Ik verken niemands landen, grenzen ken ik niet. En al krijg ik spijt en verdwaal ik dan misschien. Was in jouw onschuld mijn handen, wist mijn spoor van verdriet. Ben onderweg, heb alles lang nog niet gezien. Ja, hier schrijf ik altijd. Tot midden in de nacht. En af en toe nog met een wijntje erbij. Dan begin ik altijd heel fier en fris. En de eerste paar coupletten, en die kan ik dan nog lezen. En midden in de nacht dan houdt het mee op. En dan ga ik straks morgens op en denk, wat is het laatste wat ik ook weer opgeschreven heb. Maar heeft dat dan met het wijntje te maken? Of, met het wijntje onder andere, ja. Dus in het begin vrolijke muziek en aan het einde... Nee, het is nooit vrolijk. Vrolijke muziek, dat moet niet. Als ik dat aan het begin dan... Nee, dat werkt bij mij niet. Ik heb altijd wat te vertellen wat toch te maken heeft met de dingen die niet zo fijn zijn in het leven. Ja, ik schrijf wat voor mezelf. Maar als ik voor andere mensen moet schrijven, dan krijg ik een opdracht. En als dat vrolijk moet wezen, dan doe ik dat wel. Maar als ik nu weer ga zitten en ik wil wat schrijven, dan ben ik niet in de mood. Dan ga ik denken van, die mood heb ik nooit. Niet handjes lucht in. Ja, dat kan ik niet. Het zijn echt smartlappen die je slijt. Ja, vaak, ja, het zijn meestal wel met verhalen wat er wel ergens te maken hebben met wat mensen meemaken altijd en zo. Dus, en dat kan in het midden wezen, dat kan bepaalde. Ja, het ligt maar net wat voor woorden, keuze je gebruikt en hoe mooi je de zinnen maakt, dat mensen zich aangesproken voelen. En als je ermee grootgebracht bent, dan begrijp je het gevoel van de mensen waarom ze dat mooi vinden. Snap je? En het is gewoon een stijl. Okay, rock is een stijl en een smartlap is een stijl. En als je allebei die stijlen muzikaal begrijpt en de ziel en de zaligheid wie erin moet stoppen begrijpt wat de mensen willen horen. Ja, dan zou bij wijze van spreken ook jazz kunnen maken als ik het zo begrijp en technisch genoeg zou wezen. Ja, ik hield helemaal niet zoveel van smartlappen eigenlijk. Ja, en van Hazes vond ik bepaalde dingen wel mooi. En dan ben ik meer gaan waarderen naarmate ik hem heb leren kennen. Nou, ja, Zangeres zonder naam, dat vond ik echt niet zo mooi, maar mijn moeder vond dat fantastisch. En als ik Zangeres zonder naam hoor, dan hoort mijn moeder daarbij. Ja. Dus dan vind ik het wel mooi, omdat het past bij dat figuur. En ik zie hoe ze zat te genieten met die, en ik begreep ook heel goed waarom zij dat mooi vond. Want er zaten heel veel raakvlakken in haar leven wat zij mee had gemaakt. Dus ik bedoel, dat is de ziel wat ze zit in Nederlandstalige volksmuziek, wie je moet begrijpen. En dat heeft er niks met technische te maken, het heeft met gevoelswaarde te maken. En als je dat begrijpt, dan begrijp je heel veel stijlen muziek. Nou, ik maak ook liedjes voor andere platenmaatschappijen. Ik maak ook liedjes, demo's, wie dan naar andere producers heen gaat. Bij mij kun je alle kanten op. En het moet wel niveau hebben natuurlijk, maar het hoeft niet hoogstaand niveau. Ik maak van graag van niets, maak ik graag van iets, maak ik van niets, maak ik graag iets. Maar ik moet ze wel mogen, de mensen waar ik mee werk. Ja. Als het niet lekker zit,
En ik krijg een discussie en dan ben ik er heel gewoon klaar mee, want daar hou ik niet van. Niet dat ik dat wil, dat ik ze ongelijk of gelijk wil hebben, maar het gaat er meer om dat ik de manier van werken prettig moet vinden. Precies. En dat weet je zelf ook natuurlijk. Ik moet veel kunnen lachen en ik moet er een bepaalde klik mee voelen met de mens.